Welkom weer bij de kijkersvraag van Benostad. Leuk dat je weer kijkt. We beginnen zoals gebruikelijk weer met de vraag van vorige week. En die ging over de Engelse voetbalprof Birch. Voor welke club speelde die? Ja, het antwoord was Bekwik. Onder de goede inzendingen hebben we weer moeten loten. En deze week gaat die Benomok naar... Gefeliciteerd. Ja, en dan nu de vraag van deze week. Die gaat over de Rijks-HBS, die al een hele tijd Kamerling Onnes wordt genoemd. En de vraag luidt, in welke straat stond het eerste gebouw van die Rijks-HBS? Het gebouw staat er trouwens nog. Stuur je antwoord naar beno@oogtv.nl voor woensdag 3 februari aanstaande. Je kunt de uitzending ook nog terugzien op de website van Oog, www.oogtv.nl. Nou, en als je het goede antwoord hebt, dan win jij misschien wel die Benomok volgende week. Succes!